Goedemorgen iedereen. Ja, ik ben dus een van die 10 drinkwatermensen. En wij zijn dus ook een beetje aan het gluren bij de buren. En ik heb al 2 dingen geleerd eigenlijk. Is dat waterkwaliteit op de 3e plaats komt bij de waterschappen. En in die 1000 jaar... in die 1000 jaar dat de waterschappen bestaan, hebben jullie eigenlijk nog heel veel open vragen. Nou, dan ben ik blij dat wij met z'n 10en, en het is goed dat Ruud er ook bij is, want wij weten alles over waterkwaliteit. En daar ga ik jullie iets over vertellen. Jullie hebben natuurlijk nog nooit gehoord van Riwa en dan misschien zeker niet van Riwa Maas. Riwa bestaat sinds 1951 en is een vereniging van drinkwaterbedrijven die gebruik maken van de rivier om drinkwater te maken. Nou, en voor ons is dan ook waterkwaliteit heel belangrijk. En wij kijken graag bij de buren wat we daarvan kunnen leren om dat te verbeteren. Maar ik ga jullie eerst iets vertellen over waterkwaliteit, want dat blijkt dus heel erg nodig te zijn. Waarom is de Maas zo belangrijk? Nou, er zijn 6 miljoen mensen die Maaswater drinken. En het interessante is dat deze mensen eigenlijk vooral in het Rijn- en in het Scheldestroomgebied wonen en niet in het Maasstroomgebied. Dus de Maaslanders hebben het eigenlijk goed geregeld, die drinken gewoon grondwater. Dus eigenlijk is het interessant. En wat doet nou Riwa? Nou, we zijn niet alleen maar een luis in de pels en we roepen niet maar dat de waterkwaliteit moet verbeteren. Nee, we kijken ook naar hoe is het nou eigenlijk met de waterkwaliteit. En wij maken gebruik van alle meetgegevens van onze leden. Dat waren in 2017 zo'n 100.000 metingen, verricht op 1100 parameters. Die analyseren we en dan kunnen we zeggen van hoe is het met de waterkwaliteit van de Maas gesteld. Nou, die benchmarken we aan de hand van het Europese rivierenmemorandum. Dat is een memorandum met streefwaardes. En die streefwaardes die zijn door 170 Europese drinkwaterbedrijven gesteld die gebruik maken van oppervlaktewater. En als een oppervlaktewater voldoet aan de streefwaarde, dan kan je op een natuurlijke, eenvoudige wijze drinkwater produceren. Dus zonder UV of ozon en dat soort ingewikkelde zaken. Dus dat willen wij graag. En we zijn op dit moment alle data van 2018 aan het analyseren. Ik kan wel iets zeggen over 2017. Dus het verschilt niet elk jaar heel erg veel. Maar er waren grofweg zo'n 70 parameters die deze streefwaarde overschreden. En dat waren er 1600 keer van de 100.000. Dan kan je zeggen, nou, gaat eigenlijk best goed. Dat weerspreekt een beetje wat er dan gisteren of eergisteren in de krant stond. Dat het 99% slecht is. Nee, ik kan eigenlijk Mark zijn verhaal ondersteunen. Het gaat steeds beter. Maar het wordt ook steeds complexer, want deze 70 stoffen zijn grotendeels opkomende stoffen. De geneesmiddelen, maar laten we die ook niet vergeten, het zijn er net zoveel industriële verontreinigingen. En in de hoofdstroom lijkt het van de Maas dat we minder gewasbeschermingsmiddelen tegenkomen, maar dat zijn we nog aan het onderzoeken. Als je dan gaat kijken, zijn het vooral geneesmiddelen en industriële verontreinigingen die zeg maar, permanent tot structureel in het water zitten. Gewasbeschermingsmiddelen, dus denk ik vanwege hun aard, die kom je meer incidenteel tegen. Maar het is dus wel interessant om te zien dat die verontreinigingen die lastig zijn, die komen vrijwel permanent in het water voor. Nou, wij proberen dat een beetje inzichtelijk te maken. En hoe kan je dat nou op een beste manier laten zien? Nou, 2018 was een heel droog jaar, maar weten we misschien niet allemaal meer. 2017-16 was eigenlijk ook best een droog jaar. Als je het einde van 2016 en het begin van 2017 neemt, dan heb je ook een heel droog seizoen. En als je dan de afvoer afzet tegen de concentratie stoffen, dan zie je best, zonder hier wetenschappelijke conclusies aan te verbinden, we zijn dit met KWR aan het onderzoeken, dan zie je lage afvoer, even kijken hoe dit werkt. Kijk, lage afvoer, hoge concentraties. Hier zie je volgens mij ook nog een beetje het pyrazol-incident spelen. En je ziet hier hoge afvoeren, mindere concentraties. Ik ben zelf een klein beetje kleurenblind, maar rood springt er redelijk uit. Rood staat voor industriële verontreinigingen. Dus ik denk dat dat ook een belangrijk punt is waar we aandacht aan moeten besteden. Zeker als je gaat kijken naar het afvalwater wat in oppervlaktewater terechtkomt, dan heeft zo'n 50% een huiselijk, of een oorsprong van huiselijk afval. En de andere helft komt van bedrijvigheid, industrieën. Dus, nou ja, reden genoeg om daar goed op te letten. Een andere manier om te kijken naar de waterkwaliteit is, dit zijn we nog een beetje mee aan het stoeien, van 2018.
de concentraties in de loop van de rivier te bekijken. En dan zie je eigenlijk een hele interessante trend. Dat de Maas in Nederland niet schoner wordt. We zeggen altijd natuurlijk het vieze water komt uit het buitenland. Nee, we maken hem in Nederland ook niet echt veel schoner. Dus wij drinkwatermensen zeggen altijd, als je nou eerst in het eigen land begint, dan kan je daarna altijd nog bij de buren klagen dat die het ook nog schoner moeten maken. Maar hier zie je WML, Dunea, Evides en dus ook weer Evides. Daar wordt dus langzamerhand het water steeds viezer. Bij het Haringvliet is het iets anders, omdat het water van het Haringvliet gemengd is met het water van de Rijn. Dus dan krijg je een andere soort samenstelling. Nou, ik hoop dat dit een beetje een beeld geeft van de waterkwaliteit. En het probleem voor ons zit hem vooral in de opkomende stoffen. Daarom zijn wij heel erg blij dat Mark en zijn collega's een structurele aanpak in het leven geroepen hebben om opkomende stoffen tegen te gaan. En nou ja, als het aan ons ligt, wordt er dan extra inzet gepleegd op de transparantie van de stoffen, het verscherpen van de vergunningverlening en de handhaving erop en werk grensoverschrijdend samen aan bronaanpak. En dat betekent dus niet alleen bij de internationale riviercommissies zeggen dat er opkomende stoffen in het water zitten, maar gewoon samen aan de slag te gaan. Nou, wat kunnen we in deze context dan leren van de buren? Nou, we weten allemaal dat in Duitsland de flink vaart wordt gezet met de vierde reinigingstrap. Ik geloof dat het ook gevoelig is in Nederland, maar wij zijn in ieder geval heel blij wat er in Noord-Rijn-Westfalen gebeurt. In Frankrijk hebben ze glyfosaat verboden, dat is op zich ook een interessante, en dat wordt ook goed gehandhaafd. Dus je ziet in de bovenstroom van de Maas bijna geen glyfosaat. In Vlaanderen worden standaard drinkwaterbedrijven geconsulteerd wanneer het gaat om lozingsvergunningen. Nou, dat is ook een aanpak waar men nu bij het ministerie van Infrastructuur en Water mee aan het stoeien is om te kijken hoe dat overgenomen kan worden. Maar voor mij is echt de kers op de taart. Wallonië zou je natuurlijk niet verwachten, want wij denken altijd vieze water komt uit Wallonië. Nee, die hebben ook een geoportaal. En in deze geoportaal staan alle lozingsvergunningen. Dat is natuurlijk heel interessant om ja, meer te weten van wat komt er nou zo in het water terecht. Nou, over dat Waalse voorbeeld, als we het dan toch hebben over lerend implementeren, wil ik graag iets vertellen. Nou, je toetst dit in Google, dan kom je op een mooie site en dan krijg je een kaartje. En in dat kaartje zie je oranje, groene en rode stippen. Dat zijn bedrijven. En die bedrijven die produceren wat en die produceren ook afval, water. Nou, dan klik je wat verder, dan kom je bij Luik. En dan zie je dat de meeste bedrijven langs mijn Maas zitten. Dat is niet vanwege het uitzicht, maar waarschijnlijk omdat ze iets kwijt willen. Kijk, je kan ook zelf zien het huisnummer waar ze zitten. Nou, klik je nog een beetje verder. Huppatee, de lozingsvergunning. Nou, als je dit dan in Nederland gaat intoetsen. Ik ben er al best een tijdje mee bezig. Het is me nog niet gelukt. Dus ja, dit spreekt ons heel erg tot de verbeelding. Nou, daarom hebben we de Schone Maaswaterketen. Waterschappen, drinkwaterbedrijven, Rijk, die werken samen om gemeenschappelijk de kwaliteit van de Maas te verbeteren. We hebben voor de komende jaren een ambitieus programma geformuleerd. En één deel daarvan is, ken je stroomgebied? Nou, dat sluit ook een beetje aan wat Bert vertelde. Dat je niet altijd precies weet wat er op je RWZI terechtkomt. Nou, dat is denk ik heel goed om dat in beeld te brengen. Wat komt er zo voort in het stroomgebied? En even kijken hoor. In een samenwerking met, ik zag A ook al zitten. En Evides en mijzelf werken we samen om een geoportaal te ontwikkelen, geïnspireerd op het Waalse formaat. Maar dan natuurlijk beter. Niet alleen maar lozingsvergunningen, maar eigenlijk een atlas van verontreinigingsbronnen in het Maasstroomgebied. We beginnen eerst met het samenbundelen van publiek toegankelijke informatie. En dat voor Nederland, om vervolgens lerend implementerend of aldoenend leren en lerend doen, dat voor het hele stroomgebied te doen. Wij zijn nu nou ja, binnen de Schone Maaswaterketen bezig om dit nou ja, te finaliseren, of dat om dat te starten. En ik kan jullie vast een beetje in de keuken laten koekeloeren van hoe dat eruit ziet.
Moet ik wel een beetje mijn spiekbriefje erbij hebben, want ik ken niet alles uit mijn hoofd. Maar hier zien jullie het Maastroomgebied. En dat is natuurlijk van belang om te weten wat er geloosd wordt. Nou, dan hebben we rode puntjes en blauwe puntjes. Dat zijn RWZI's en IASI's, oftewel de industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties. En als je dan op die van Waalwijk zou klikken, hebben we dat gecombineerd met een andere database. En dan kom je erachter dat er 123 stoffen bekend zijn die daar in het effluent zitten. Nou, is interessant om te kijken welke stoffen je daar dan tegenkomt. Maar het is ook interessant om te weten, wat wordt er nou zoal gemonitord? Daar hebben we natuurlijk een schat aan informatie van de brede screening. Heel veel plekken waar drinkwaterbedrijven, waterschappen, waterkwaliteitsmetingen verrichten. Als je dan op Keizersveer klikt, dat is waar Evides en Rijkswaterstaat gezamenlijk de waterkwaliteit meten, dan heb je 1300 parameters die getest worden. En nou ja, van deze kan je dan bijvoorbeeld weten wat erin zit. Dan gaan we verder. We hebben natuurlijk lang gehad over medicijnresten van vanochtend. Maar zoals je vanuit de waterkwaliteit kon zien, zijn chemische verontreinigingen vanuit de industrie ook heel belangrijk. Dus het is denk ik heel belangrijk om te weten, ja, welke industrie hebben we nou eigenlijk in het Maastroomgebied zitten. Nou, daar heb je ook databases voor. Dan heb je 119 verschillende classificaties van industriële bedrijvigheden. Ja, die zijn niet allemaal relevant voor de drinkwatervoorziening en zijn ook niet allemaal relevant voor de waterschappen. Daar hebben we een selectie in gemaakt en dan kun je zien, donker gekleurd is hoge industriële activiteit, licht gekleurd weinig industrie. Dus je zou kunnen zeggen, in Zeeland gebeurt er industrieel gezien niet zo heel erg veel. Maar als we dan weer op Waalwijk klikken, je moet wel een beetje het jargon kennen. Daar zitten dus 63 bedrijven, waarvan er 4 boekdrukkerijen, 4 bedrijven die vervaardigen chemische producten en 14 die verwerken rubber en kunststof. Nou, dit kan je natuurlijk nog weer verder uitdiepen. Maar het is ook interessant om te kijken van, hoe zit nou eigenlijk ik weet niet hoe dat in waterschapsland heet, het verzorgingsgebied van een RWZI. Is dat het verzorgingsgebied? Het beheersgebied. Hebben we de beheersgebieden van AMA's en Van der Dommel vooralsnog geprojecteerd? En dan kan je zien, we hadden natuurlijk al een winnaar bij de hotspot-analyse. Hier hebben we Eindhoven. Het zijn niet alleen medicijnresten die we tegenkomen, maar het zijn ook industrieën. Eens even kijken. Deze, dat is dat de Vinkel, als ik het goed heb. En biest- en houtakker, nou, daar vindt eigenlijk niet zo heel erg veel industrie plaats. Dus dan is ook de verwachting dat je in je effluent van de RWCT geen chemische zaken zal verwachten. Nou. Dus wat wij aan het doen zijn, is het samenbrengen van al die informatie die eigenlijk gewoon online beschikbaar is. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar wat ook belangrijk is natuurlijk, dat je dit op een slimme manier doet, dat je ook daadwerkelijk er iets aan hebt. Dan denk ik dat de aanpak van Bert goed van pas komt. Dus dat je met elkaar gaat kijken, hebben we de juiste informatie, maar checken we ook dat het antwoord geeft op de vraag die je hebt. Weten wat er in het stroomgebied gebeurt? Ja, want helaas hebben we niet allemaal de hersenen zoals Sherlock Holmes. Dat geeft ook niks, daarom hebben we deze geoportal in ontwikkeling. We brengen alle informatie samen, zodat we transparantie hebben en ons stroomgebied goed leren kennen. Dat geeft ons dan ook voor omgevingsmanagement een strategisch instrument om te kijken wat gebeurt er in onze omgeving. Het zorgt er ook voor dat we onze waterkwaliteitsmonitoring kunnen aanscherpen. Als je bij Keizersveer water inneemt voor de spaarbekkens in de Biesbos, is het natuurlijk heel goed om te weten wat voor industrie er nou eigenlijk in dat zijriviertje de Dongen zich afspeelt, zodat je daar ook op kunt monitoren wat er in het water zou kunnen zitten. En last but not least, we hopen in ieder geval dat gebruikt kan gaan worden, dat dit instrument helpt bij het opsporen van verontreinigingsbronnen in algemene zin, maar ook bij opsporen van incidenten. Ik hoop dat ik jullie hier een beetje wakker gekieteld heb. Dit is allemaal in ontwikkeling. Mochten nou mensen razend enthousiast zijn geworden, zegt nou, hier heb ik nog een partij goede tips en ideeën. Schroom niet om met mij contact op te nemen of met Aad Omens. Want dit is nu vol in ontwikkeling. Dus we zijn
ja, thuis wisten we niet helemaal goed wat het verschil was tussen doend leren en lerend doen. Maar één van die twee zijn we in ieder geval met deze geoportaal aan het doen. En we hopen dat het binnenkort rijksbreed ingezet kan worden in het hele stroomgebied. Hartelijk dank. Ruud Kamp, oudere jongeren. Ik vroeg me af of drugs, of dat nou medicijnen zijn, want die zijn nog niet genoemd terug. Ja, dat hangt misschien van de ziekte af, ik weet het niet. Het is in ieder geval een chemische verontreiniging. Dus alleen voor de drinkwaterbedrijven zijn de concentraties drugs, zeg maar cocaïne, is niet een probleem voor de drinkwaterwinning. Wat je natuurlijk wel af en toe hebt in het landelijk gebied, dat er drugsafval geloosd wordt. Ja, dat zorgt natuurlijk voor een enorme piek van verontreiniging. Maar zodra deze voorbij is, en dat is natuurlijk ook incidenteler dan het medicijngebruik. Want ze zeggen, ja, Amsterdam is de drugshoofdstad van Nederland. Nou, als je gaat kijken hoeveel mensen er wonen, 1 miljoen, en hoeveel daarvan geneesmiddelen gebruiken, dat zullen er best wat zijn. Er zijn niet 1 miljoen mensen die cocaïne gebruiken in Amsterdam. Dus die verhoudingen die liggen heel erg verschillend. Ik ben altijd benieuwd, hè, of die erwis het is waar cocaïne op wordt geloosd. Of daar nou de bacteriën harder hun best doen. Ja, maar dat weten jullie. Arjen van Nieuwenhuizen en Witte Vennebos. Dankjewel Maarten. Heel lovenswaardig initiatief. Ook wel een beetje ontnuchterend als ik zie hoe grote impact op de Maas vanuit de industrie wordt geleverd. Hebben jullie ook in kaart van die industriële lozingen, of dat nou directe lozingen zijn, of via ook weer een communaal stelsel via de RWCT op de Maas geloosd worden? Want anders is het deel geneesmiddelen natuurlijk wel heel klein in die staatjes. En dan doen wij hier heel veel moeite. En wat heeft dat nou voor effect uiteindelijk voor de kwaliteit van het Maaswater? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een vraag voor het bevoegde gezag. Dus je moet het eigenlijk aan Rijkswaterstaat of aan de waterschappen vragen. Dus wij proberen het in beeld te brengen. Als je naar de gegevens kijkt van, ik geloof Rionet, dan zie je van de helft van het afvalwater komt van de huishoudens en de andere helft komt van de industrie. En ik geloof dat 1/3 van wat van de RWZI komt, dat komt via het rioolstelsel. En dan heb je natuurlijk ook de omgevingsdiensten die daar een hele belangrijke rol in spelen. En volgens mij is daar ook het een en ander gaande om dat duidelijker te krijgen. En dat is ook de bedoeling om met ons geoportaal richting de omgevingsdienst te gaan. En dan heb je natuurlijk het mooie voorbeeld van de omgevingsdienst van het Rijnmond, waar van alle chemische industrie precies inzichtelijk is welke vergunningen daar vergeven zijn. Wij focussen natuurlijk nu heel erg op 11 stoffen. En dan, wat is het? Dan hebben we een lijstje. Dan gaan we een aantal stoffen selecteren weer waar we op doelen. En dan hebben we de 70% verwijdering over de zuivering heen. Over de hele zuivering heen, volgens mij. En de rest noemen wij bijvangst. Mm-hmm. En eigenlijk is die bijvangst, als ik deze plaatjes zie, veel belangrijker dan die 11 stofjes waar we het over hebben. Waar we heel veel onderzoek voor doen, waar we ook heel veel aan gaan meten. Het hoeft wel leren echt wel ook op deze stoffen te werken. Maar ook heel veel moeten gaan investeren straks. En hoe borgen wij nou dat wij ook die bijvangst, die industriële lozingen en hoop, ook die pesticiden ook meepakken? Daar moeten we echt meer aandacht hebben hier in de zaal, volgens mij. Dus ik wil dat graag meegeven, even voor de discussie later. Mm-hmm. Nou, misschien haakt er wel op aan wat mijn oproep aan het begin was. Hè. Medicijnen is misschien 10% van de vervuiling en 90% is nog wat meer. Mark de Rooij wil ook nog even reageren. Nou, is gevraagd om te reageren. Ja, ik denk dat het is heel belangrijk dat we, wat ik ook in mijn presentatie zei, van het gaat bij die RWCT gaat het niet alleen over poep en pies, maar gaat het over stedelijk afvalwater. En daar zit natuurlijk steeds meer industrie op. Gewoon omdat het vanuit industrieel oogpunt handig, of van het vergunningen oogpunt handig is om dat te doen. Dus dan krijg je inderdaad, ben ik het wel eens met de tekst van ja, je moet naar die bijvangst kijken. Gerard zal wat vertellen over waarom we met die 11 stoffen aan de gang zijn. Dat gaat namelijk meer over het presteren van je kool of je UV of je ozon dan over het effect van die stoffen zelf. Want dat is ook, ja, het is toch een ontzettend mengsel. En dat is ook wat ik liet zien. Van,
En dat is ook de reden waarom we graag een brede verwijdering van medicijnresten hebben, omdat je daarmee andere stoffen ook aanpakt. Ja. Nou, dit is allemaal technisch, dat weten jullie allemaal veel beter dan ik. Het is wel belangrijk om je te beseffen dat we, zeg maar, qua beleid, qua aandacht, dat er zowel een, we hebben het over een delta-aanpak waterkwaliteit. Nou, ik ben daar toevallig de medicijnman binnen. Maar er zijn mensen die zich specifiek bezighouden met landbouw. Er is een hele tafel over landbouwaanpakken. En binnen de medicijnresten, dat is onderdeel van de stoffentafel. En in die stoffentafel gaat het zowel over industrieel, industrieel direct en industrieel indirect. En het gaat over medicijnresten. Dus ik wil benadrukken dat wat we in die delta-aanpak doen, dat dat echt het, de hele range aan, aan verontreinigingsbronnen te pakken wil nemen. Dankjewel. Carolien, de laatste voor de pauze. Waarschijnlijk ook een te moeilijke vraag om te beantwoorden, maar ik wil hem toch stellen, want dat plaatje riep bij mij heel veel vragen op. Als je dan al die kleuren ziet met wat er is, dan vraag ik me af, zijn dan van de medicijnresten, betreft dat alle medicijnen, alle 2000 die hier toegelaten zijn, of is dat een kleine subset? En van die industriële chemicaliën, betreft dat wel een groter deel van de geloosde industriële chemicaliën, of ook maar die hele kleine subset? En zijn dat vrachten, of zijn dat bijvoorbeeld toxische equivalenten? Want geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen zijn biologisch actief, zijn voor wat het doet in een watersysteem heel lastig te vergelijken met de grote bulk aan industriële chemicaliën die niet biologisch actief zijn. Dus dan vind ik, zo'n plaatje kan mensen ook weer heel makkelijk op de verkeerde been zetten. Dus dat is de vraag die ik daarbij heb. Nou, dit gaat om de stoffen die wij meten. Als je het hele monitoringsprogramma bekijkt van drinkwaterbedrijven, zijn het iets meer dan 1100 stoffen. De helft daarvan zijn allemaal gewasbeschermingsmiddelen. Ruim gedeelte zijn industriële stoffen en vrij beperkt. Ik weet niet het precieze aantal, misschien weet Ruud dat beter van het waterlaboratorium. We meten minder geneesmiddelen. Dus het is natuurlijk wel hoe meer je meet, hoe meer je weet. En daarom is het ook goed dat waterkwaliteit bij de waterschappen van de derde prioriteit naar de tweede prioriteit gaat. Goed meten, met goed meten is het goed weten. En dat grafiekje wat ik liet zien, was niet om te zeggen van kijk uit, val niet in het water van een smeltje van de verontreinigingen. Nee, het is om een beetje een beeld te geven van hoe kan je nou concentraties in het water weergeven. Want vaak hebben we het over één stofje en dan zie je zo'n piekje. Maar hoe kan je nou 60 gewasbeschermingsmiddelen en 100 chemische stoffen in één plaatje weergeven? En daar zijn we ook nog aan het leren te implementeren. Dus dit was een soort sneak preview. En als je aan het wankelen bent geraakt, dan is het goed. Maar het moet natuurlijk niet misleidend zijn dat je denkt van nou, de wereld vergaat. Nee, het is gewoon om een beeld te geven wat er in het water gebeurt. Dankjewel Maarten. Ik denk Carolien, een begin van een antwoord. Maar nog niet, het is een hele moeilijke vraag. Maar wel een hele terechte vraag. Ja. Dankjewel. Ik wil graag snel overgaan naar de pauze.